Welkom allemaal bij deze 13e editie van het Nationaal Delta Congres hier vanuit de Philharmonie in Haarlem. Voorkomen van nog meer klimaatverandering en ons aanpassen aan klimaatveranderingen. Het is beide even belangrijk. Ik wil jullie vragen om zo af en toe, als je een mooi project voorbij ziet komen, uit je comfortzone te stappen, daar echt voor te gaan. Dan ben ik ervan overtuigd dat we samen een hele mooie toekomst met droge voeten tegemoet gaan. Het is immens belangrijk dat er bindende mondiale afspraken worden gemaakt om de opwarming van de aarde en de oceanen een halt toe te roepen. Jongens, we moeten gewoon aan de gang. En iedere dag dat je langer wacht, wordt het probleem ingewikkelder. Allemaal samenwerken met alle disciplines. De economen, de techneuten, de planners, de architecten. Het zal allemaal samen moeten, want alleen op basis van feitelijke informatie moeten we deze hele grote beslissingen nemen. Kwetsbaarheid en solidariteit, internationale solidariteit, dat zijn wat mij betreft de twee sleutelbegrippen die ons saamhorigheid gaan bieden en kracht bieden voor de toekomst. En nog een traditie op het Delta Congres en dat is de uitreiking van het zonnetje. De winnaar, de Brede Groene Dijk.